Yo, wow. Oké. Yo, guys. Yo, guys. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het kanaal Space. Mijn naam is Danny Dolland en deze week is het Halloween team. Thema week. En ik moet jullie eerlijk bekennen, ik weet zelf niet zoveel van Halloween. Het enige wat ik ken van Halloween is dat het in Amerika super populair is. En dat kinderen daar gewoon met van die mandjes en die dingetjes langs de deuren gaan. En dan trick-or-treat en zo. En dan moeten ze zich zo eng mogelijk verkleden. En ja, als je niet eng genoeg bent, flikkeren ze gewoon de deur dicht. Echt leuk, man. Halloween. Nee, ik weet helemaal eigenlijk niet goed hoe het eraan toe gaat. Want hier in Brabant, je ziet het wel steeds meer. Maar toen ik jong was, was het ook al niet echt gehyped. Je zag wel dingen in de winkel liggen. Net als wat Thomas bijvoorbeeld een video heeft gemaakt over van de spulletjes van de Action. Ja, dat had je wel, maar ook minder. En we deden er niks mee. Het was niet dat de kinderen in de straat rondgingen. Of kijk, ik had super veel vrienden. Nog steeds. Nee. Maar zo fout. Niemand deed het. Dus ik weet het niet. Misschien is het wel in andere plaatsen wel meer gehyped of zo. Ik weet het niet. Maar we hadden bij ons niet eens evenementen of zo in die trant. Hou op met Dus allereerst, laat ik gewoon eerst maar eens achterkomen. Wat is Halloween eigenlijk? Want ik snap het niet. Is het gewoon voor de lol? Of zit er een gedachte achter? Het enige wat ik ken van Halloween is de Fright Nights. En zelfs daar ben ik niet geweest. Hey Siri, wat is... Oh, hey Siri. Siri, hallo. Yo, wat? Mijn Siri doet het niet. Even kijken in mijn instellingen. Oh, heb ik weer Siri. Jongen, ja. Serieus, energiebesparings... Oh, batterij. Energiebesparingmodus uit. Uit. Oké, Siri. Ja. Hey Siri. Godverdomme. Hey Siri, wat is Halloween? Hij doet het gewoon niet. Hij skipt mij keihard. Oh, dat is echt niet leuk. Nou, dan maar op internet. Safari, nou hè. Hij doet keigay. Wacht, ik zet even alles uit. Misschien kan hij er gewoon allemaal niet meer aan, jong. Yo, Siri. Oh. Wat is Halloween? Nou ja, ik weet het serieus niet. Halloween is afgeleid van Hallow, even Halloween, oftewel Hallow's Eve. De avond voor het katholieke Allerheiligen. Op die dag worden de heiligen herdacht. De volgende dag, op 2 november, Allerzielen, herdenkt men de doden. In Amerika vieren ze op 31 oktober Halloween. Maar ik snap het niet. Waarom gaan we dan ons super eng verkleden met bloed en shit als we mensen gaan herdenken? Ik denk dat niemand beseft van die kinderen die aan de deuren gaan, die het alleen maar om snoep doen. Vuilen. Ze weten het wel. Oh, ze doen het gewoon om het snoep. Ze weten niet eens dat ze iemand aan het herdenken zijn, man. Vuile. Kinderen. Dit wist ik al niet. Nou, ik vind Halloween ook helemaal niet leuk. Ik vind het ook gewoon niet leuk. Ja, ik vind het wel grappig als ik het zie in een film. In Amerika. Dan denk je van, ja, leuk. Leuke sfeer en ook tof. Wow, in Amerika kunnen ze echt wel die huizen echt gewoon extreem doen. Hè? Ja, maar in Amerika kan alles extreem. Ik bedoel, kijk, hier kunnen ze ook nog wel eens kersthuizen en zo super extreem maken. Maar daar doen ze met alles extreem. Kerst, met Halloween. Ze hebben daar ook nog zo'n andere feestdag. Ik weet het niet. Dan zijn ze elkaar dankbaar of zo voor dat ze elkaar hebben. Ja, daar ben ik ook nooit. Maar dat vind ik dan wel leuk. Want misschien als ik Halloween meer ervaar, dat ik het dan wel leuk zou gaan vinden. Ik weet niet hoe jullie daarin staan, jongens. Hoe denken jullie eigenlijk over Halloween? Doen jullie er iets mee? Weet je, want met Sinterklaas ben ik opgegroeid, snap je? Sinterklaas is gewoon mijn gangster. Maar hij komt ieder jaar in zijn gangsterboot. Een beetje stoom afblazen. Gaat hij zo in galop. Gangster schimmel. Dat is de enige schimmel die je niet hoeft te behandelen. I'm so funny. Dus. Sinterklaas is wel cool. Het enige wat ik ook echt best wel irritant vind, maar wel super chill ook weer. Je in de zomer al pepernoten en kruidnoten in de winkel ziet liggen. En aan de ene kant denk ik, oh, irritant. En dan zie ik zo'n zakje liggen en dan denk ik, chill, neem ik mee. Want dan heb ik zin in pepernoten. Maar ik vind het wel irritant dat ze er al zo vroeg zijn. Want als ik er eerder aan herinnerd word, wil ik ze ook eerder kopen. Ja, tuurlijk. Het is gewoon een trucje. Want ze willen ook gewoon nog meer verkopen. Verkopen. Ze willen ook gewoon nog meer verkopen en mij triggeren. En dat lukt ze. Ja, dus pepernoten zijn echt fucking lekker. Als je wel de goede hebt. Die van Bolletje vind ik tegenwoordig ook niet meer zo lekker. Ik had laatst eentje, maat. Oh, joh, die waren keigoed. Maar ja, ik kan het moeilijk laten zien. Ik zal hem wel een keer meenemen, laten zien. Rustig maar, Jezus. Dus ja, dat eigenlijk. En dan kerst. Ja, want je hebt Sinterklaas, 5 december. Heb je kerst, dat is de 25e en 26e. En de 27e. Wat is er de 27e? Weet iemand wat er de 27e is?
Verrek, dan ben ik jarig. Jarig, met een zachte G. Jarig, jarig. Ik ben jarig. Ik ben jarig. Jarig Jopje, neem een snoepje of een dropje. Geef ons geld of zoiets. Dus, 27 december ben ik jarig. Kerstman, ja de kerstman, ik weet niet hoor, maar die skipt mij ook al ieder jaar. Ik hang echt al keilang een sok boven opa die ik niet heb. En dan krijg ik nooit wat. En met mijn verjaardag, ja, ik krijg altijd wat van mijn ouders. En dat is meestal niet eens op de dag zelf. Dat is meestal 2 of 3 maanden ervoor. Zegt hij, ja, dit is dan voor je verjaardag. Dan zeg ik, oké. Okay. Ja, moet ik dan zeggen, nee. Nee, ik wil nog iets. Nee, dat kan niet. En dan, 27e, en dan 3 à 4 dagen later, dan is het alweer oud en nieuw, jongens. Mijn verjaardag zit zo dicht bij oud en nieuw. Maar als ik het meemaak, als ik er ben, dan lijkt het net alsof er veel langer tussen zit. Maar het is gewoon echt maar een paar dagen. Ik ben gewoon jaren. En dan heb je eerst nog 5 december, van, huh? En dan heb je kerst, is het, huh? En dan heb je mijn verjaardag, huh? En dan heb je nieuwjaar, huh? Ja. En aan het einde van wat ik nou eigenlijk zei, dacht ik, huh? Oh, ik ben zo grappig. Ik heb niet zoveel te vertellen over Halloween. Ik vind het helemaal niet zo leuk. Vinden jullie het wel leuk? Ik vind zoveel dingen niet leuk, meer omdat ik ze niet begrijp. Nou jongens, ik hoop dat jullie deze video toch een beetje leuk vonden. En ik zie jullie volgende week. Volgende week wordt een toffe week. Ik hoop dat jullie een toffe Halloween hebben gehad. En ciao, tot de volgende keer.